FC Weesp en Spakenburg trokken elkaar voor de eerste keer. De Weespers moesten vooral ballen wegwerken, maar trokken ook zelf een aanval. Af de flanken zorgde FC Weesp voor veel gevaar, vooral door deze Dino Cornet. De aanvaller van FC Weesp speelde een perfect duel en was bij elke aanval wel betrokken. Toch was Spakenburg adequater en kon FC Weesp de kansen maar slecht benutten. Spakenburg was met snelle aanvallen veel sterker dan FC Weesp en kon de score met gemak laten oplopen. FC Weesp was keer op keer kansloos tegen de topklasser. Deze goal van Danny van der Meijrakker was daar een goed voorbeeld van. De strijd tussen FC Weesp en Spakenburg was al voor rust gestreden. Toen stond het al 1-5. Ook na rust was Spakenburg veel sterker. FC Weesp kreeg nog wel een goede kans. Dino Cornet zette zelf de aanval op. Kreeg na een goede 1-2 de bal weer terug en mikte net over. Daardoor werd het 9-2 en haalde Spakenburg de volgende ronde van de beker.